Vandaag is de derby Eendijk IJsselmeervogels. Nu bereiden een aantal supporters zich voor op deze derby, waar John Collaar de grote organisator van is. John, vertel er eens wat over. Echt grote organisator niet, maar eigenlijk al sinds de aankondiging van destijds van de drooglegging door onze burgervader Melis van de Groep, heb ik ooit bedacht van dan moeten we thuis maar een feestje gaan vieren. En dat is een beetje begonnen als een privéfeestje. En dat werd steeds, eigenlijk is het nog steeds een privéfeestje. Ik nodig wat vrienden en bekenden uit. En samen met wat vrienden van het vissenschoor ook. En dan krijgen we dit. En dan, dat is een beetje uitgegroeid van 20 maanden naar nu zo'n beetje 40 af en toe. En dat is best wel, dat is erg gezellig. Erg heel geslaagd. Mensen zijn altijd heel tevreden. En ik vind het hartstikke leuk om te organiseren. En wat doen jullie dan precies? Want jullie zijn al vroeg bij elkaar gekomen, geloof ik, hè? Ja, 's ochtends, heel simpel. 's ochtends een kopje koffie met een stukje hart of Jan Hagel. We houden het helemaal Spakenburgers. Ik ben dan wel vrij conservatief. En dan gaan we een visje bakken. En dan een watertje of een biertje of iets voor de inwendige mens. En dat vlak voor de wedstrijd. En dan een half uurtje voor de tijd. Dan gaan we richting het veld. Ja. En wat denk je, wat gaat het worden vandaag? Gewetenswaar, ik ga altijd voor de winst. Ik blijf altijd positief voor IJsselmeervogels. Ik ben een donkerrood. Maar deze keer durf ik er niks over te zeggen eigenlijk. Kan echt wel twee kanten op gaan. Eendijk denk ik dat hij de ploeg heeft met de meeste motivatie op het veld. En ik denk dat onze spelers wat minder gebonden zijn met de club. Maar ja, dat is mijn interpretatie. En dat vind ik wel jammer. Maar het is zo. En we moeten ermee dealen, maar komen natuurlijk wel voor de winst. Dat, Ook niet een hele kleine voorspelling, John? Nee, dan hou ik het. Als ik vanuit mijn. Dan hou ik het toch op 0-2. Voor ons. Ik sta hier naast een hele gezellige, fanatieke rode supporter. Die nu al lacht. Ja, nou, wat gaat het worden dan vandaag? Nou, ik heb gezegd tegen mijn pa dat het 2-1 wordt. Want ik denk dat Eendijk toch echt super hard gaat voetballen. En, 1-2 is het. Sorry Pierre, 1-2 is het. Je hebt goede hulplijnen bij je aan tafel staan. Goede hulplijnen staan. Nee, ik denk inderdaad dat het 1-2 wordt. Want ik denk echt wel dat Eendijk heel hard gaat knallen. En 1-1 en daarna toch nog net 1-2 wordt. Ja. En dan is het overal feest. Ik sta hier met Claudia, een echte IJsselmeervogelsupporter. Hoe is dat nou om deze sfeerbeleving mee te maken voor de wedstrijd? Nou, is toch fantastisch. Dat zie je verder nergens in het land, denk ik. Zo'n derby. Klein dorp in principe. En zoveel mensen die dan hierop afkomen. En dan vooraf een feestje vieren en heel gezellig. Alles bij elkaar. Dus ik vind het helemaal leuk. Wordt er dan al veel over de uitslag? Ja, zeker, zeker. Je hoort natuurlijk de echte rooien vanuit, het wordt een uitslag van 1-4. En dan lopen hier ook mensen met groene sokken aan of groene shirtjes. En helemaal leuk, ja. Ja. En wat denk jij wat het gaat worden vandaag? Ik hoop ook 1-4, maar ik denk dat Eendijk ook nog wel een beetje tegengas gaat geven. Dus ik denk 1-3, 1-2 misschien. En als er vandaag gewonnen wordt, ja dan... Gaat het helemaal los hier. Want dan staat IJsselmeervogels natuurlijk eerst en dan gaan we weer promoveren, hopen we, naar de eerste. En dan wordt het weer een derby tussen blauw en rood. Heren, aan een lekker biertje voorafgaande aan deze mooie derby. Hoe is de sfeer hier? Ja, gezellig, top. Leuk om hier te zijn. Ik kom van buiten het dorp hier, maar gezellig hier hoor. En hoe is dit voor jou? Ja, hetzelfde. Alleen maar de sfeer, de gezelligheid, daar komen we voor, hè? Zeker, ja. En wat gaat het worden vandaag? Ja, dat is lastig, hè. We hopen natuurlijk dat de vogels winnen, maar Eendijk zal er alles voor doen, denk ik. Dus ik verwacht zelf een gelijk spelletje. Maar de vogels moeten winnen natuurlijk, hè. Dus dat is het, ja. 2-2. Ja, op papier zijn de vogels beter, maar Eendijk heeft niks te verliezen. Die gaan ervoor, spelen thuis. Ja, ik denk 2-2. Misschien dat ze wel winnen hoor, Eendijk.
En dan naar een echte Spakenburger, hoorde ik net. Ja, gezellig toch? Hij is meer wel smakkie toch? Lekker aan een koud biertje en ik zie hier heerlijke vis. Ja, dat zeker. Maar hij is meer wel smakkie gehad winnen. En vis en bier is altijd lekker. Een makkie zelfs, dus dat heb je nog geen eens de uitslag genoemd. Ja, maar die club van Groen is niks toch? Nou, ze hebben toch een tijdje bovenaan gestaan, in het begin. Ja, maar dat is het begin, het gaat om het eind, hè? Dat is waar. Maar hoeveel gaat het worden dan vandaag? Nuttertje of drie voor Nas. Ik sta hier een half uur voor de wedstrijd met de zeer beruchte en hele sympathieke groep vakkie A. Mensen, wat doen jullie allemaal precies in dat vak A? Nou, wij doen niet zoveel. Wij zijn alleen maar supporter. En dat supporteren dat vraagt zoveel energie dat er geen ruimte meer over is om wat anders te doen. Een beetje onzin natuurlijk. Maar we hebben ook allerlei functies al gedaan bij Eemdijk. Dus het kan zijn van sponsoring. Ex-voorzitter, mensen die in de kantine helpen. Dus wij zijn op allerlei gebieden zijn we dus met Eemdijk bezig. En neemt trainerstaf jullie adviezen over als jullie die na afloop kenbaar maken? In ieder geval gaf dat stof tot discussie. Laten we het zo netjes neerzeggen. Dus we kregen best wel opmerkingen over. Een terechte opmerking vind ik nog steeds. En hopelijk is ervan geleerd door middel van vorige week een andere opstelling te kiezen. En hopelijk gaat hij dit nu weer doen. Dus jullie zijn in het resultaat eigenlijk ook wel heel belangrijk dan? Wij zijn gewoon de vijfde kolonne, Willem. Ga er maar vanuit. En over de wedstrijd van vandaag, wat gaat het worden? Ja, dit is toch een plaatje, jongens. Wat wil je nog meer? Ik dacht vanmorgen, weet je wel, wat moet ik nou gaan zeggen? Dan zeg ik, nou, we gaan vandaag Eemdijk wint, de Vogels promoveren. En volgend jaar moeten wij er maar promoveren. Dan heb je zes keer zo'n wedstrijd. Dit is toch gewoon waar je het voor doet. Hoe kijkt u er nou tegenaan, tegen deze wedstrijd? Geweldig, gigantisch mooi. Dat is een reclame voor het amateurvoetbal. Wat die vandaag gaat afspelen. Sportief en een mooie wedstrijd hopelijk. Dus we gaan het zien. Ja, en ook het geweldige weer er ook nog bij, hè? De vorige keer zaten we bij Smeervogels in de gietende regen. En nu met dit mooie weer, geweldig. Maar we hebben een pellenboer even gebeld, hè? En wat wordt er zoal nog meer georganiseerd na afloop van deze wedstrijd? Nou, er is een feest, zowel voor sponsoren als voor alle andere supporters. Het wordt gewoon fantastisch. En of we nou winnen of verliezen, wij blijven achter de club staan. Wij staan achter Eemdijk, zowel achter de trainer als achter alle spelers. We blijven diekers. En wat denkt u zelf dat het gaat worden vandaag? Gezien het mooie weer, wij hadden liever gehad een beetje sneeuw en een graadje of vier. Maar gezien het mooie weer verwachten we 0-2, 0-3. Maar we gaan voor een gelijkspel en als we zouden winnen, zou fantastisch zijn. Want dan hebben we volgend jaar wellicht weer diezelfde derby. Eigenlijk is een gelijkspel voor jullie ook een overwinning natuurlijk, hè? Alles behalve een nederlaag is voor ons een overwinning. Maar ook een overwinning kan dus zijn als we nipt verliezen. Maar toch met een goed gevoel van het veld afgaan. En dat het een hele mooie wedstrijd mag worden. Sportief, maar wel knokken tot het eind toe. Met de wedstrijdsecretaris Dick Veldhuizen. Het waren drukke dagen voor je, Dick. Het is gekkenhuis de afgelopen weken, maanden bijna. De voorbereidingen voor ons, dat begon al eigenlijk 4 november de derby bij Smeervels al gehad. Toen begon voor ons al de voorbereidingen voor 6 april. En ja, dat was de laatste weken echt gekkenhuis. We hebben natuurlijk op een gegeven moment ook nog extra feesten erbij gehad. Je hebt die tent zien staan. Tribunes bouwen en we kwamen tot de conclusie dat we best veel kosten moesten maken. En om dat allemaal weer terug te kunnen verdienen, hebben we een feest gehouden. We hebben gisteren een darttoernooi gehad. Ja, organisatorisch echt voor iedereen hooibouw. Maar om te zien dat zoveel vrijwilligers die komen helpen, echt geweldig. Echt geweldig. En als ik dit nu ook zie vandaag met dit weer, het is genieten. Die massa mensen die nu komt, je doet het allemaal voor. Want hoeveel mensen verwachten jullie ongeveer, denk je? 3000. Daar zitten we ook echt vol.
Dan, dat hebben we met de gemeente ook afgestemd. Dat op een gegeven moment wat je, met extra tribunes. Want als we niks zouden doen, dan konden we er 2000 kwijt. En door de extra tribunes kunnen we 1000 mensen meer kwijt. En ja, dan op een gegeven moment, anders komt de veiligheid in het gedrang. Dus dat wil je niet. Hoe voelt dat nou dat Eemdijk steeds groter en groter gaat worden, mede door deze derby? Ja, geweldig, geweldig. Echt enorm trots. Toevallig zat ik net in de bestuurskamer te vertellen ook. Ik liep hier ook rond toen we in de vierde klasse zaten. En ja, dan was je, ja, het lachertje misschien wel, op voetbalgebied werd je niet echt serieus genomen. En toen was het ondenkbaar dat wij ooit tegen IJsselmeervogels of Spakenburg een competitiewedstrijd zouden spelen. Maar toen hebben we wel die droom uitgesproken. Ja, en we hebben er al één keer tegen gespeeld en nu hier. Ja, echt geweldig. Kippenvel. En wat gaat het worden vanmiddag, Dick? Nou ja, ik heb altijd een heel goed gevoel van tevoren. En dat heb ik nu weer. Dus ja, wij gaan winnen. En zal ik het bescheiden zeggen, 3-1? Hou ik het laag aan? En Dick, ja, dan barst er een geweldig feest even goed los, hè? Zo, hè. Kijk, het is een fantastische wedstrijd, maar onderling is er geen rivaliteit. En of wij nou 5-0 verliezen of 5-0 winnen, die supporters kunnen gewoon door elkaar in de tent. Dus na afloop, het is lekker fantastisch weer nu. Dus we gaan lekker een biertje drinken met z'n allen. En we hebben nog een paar optredens vanavond. Dus ja, dat gaat volle bak worden zometeen. Van de groep. Ik zit hier in de rust en ik zie allemaal vrolijke mensen om me heen. Hoe is dat bij u? Ja, ook hartstikke vrolijk. Want het is gewoon, ik geniet van zoveel mensen. Ik vind het uniek dat er zoveel mensen bij Sportpark Eemdijk op de vinken zijn. Dat nooit gebeurt. En iedereen is nog vol verwachting, want we zijn nog niet gescoord. Dus iedereen heeft ook nog hoop, of je nou rood of groen bent, dat er nog een winst uit te halen is. Dus ja, en ik denk het weer is mooi. Op een beste stemming. Dus dat je dit in Bunschoten Spakenburg hebt, is gewoon geweldig. En wat verwacht u van de tweede helft? Ja, nee, je ziet dat Eemdijk een behoorlijke muur heeft neergezet. En dat IJsselmeer volgens daar nog niet doorheen komt. En dat Eemdijk dan countert. Ja, als het spelbeeld zo blijft, dan kan het nog wel lang 0-0 blijven. En als aan de andere kant, als IJsselmeer volgens de score opent, dan zou er misschien wel een wat levendige wedstrijd kunnen komen. Maar ik weet het niet. Ik ga het zien. Het zou wat zijn toch als twee Spakenburgse ploegen u een geweldig mooi afscheidscadeau geven. Na zoveel jaren Spakenburg gediend te hebben waar de mensen enorm over tevreden zijn. Ja, die afscheidscadeautjes die zou ik heel erg leuk vinden. Ja, dat zou echt mooi zijn als dat zou gebeuren. Maar nogmaals, de bal is rond. Het moet wel verdiend worden. En ik ga het echt zien. Maar als de clubs kampioen worden, ben ik er klaar voor. En nou is het ook zo... Burgemeester, u gaat een hoop tijd overhouden. Hoe gaat u dat invullen? Nou, ik denk dat dat wel meevalt, want zaterdagmiddag een wedstrijdje pakken is toch sowieso mijn hobby. Zit er ook nog een bestuursfunctie bij uw favoriete club in de toekomst? Nou, over de toekomst zeggen al mensen altijd zeg nooit nooit. Maar ik denk dat het verstandig is als oud-burgemeester om eerst maar eens een beetje afstand van allemaal besturen te gaan houden. Peter Koelewijn, analist van het mooie voetbalprogramma Buitenspel. Wat vind jij van de eerste helft tot nu toe? Heel matig. Ik vind IJsselmeer een tegenvaller, die creëren heel weinig.
Eemdijk houdt zonder enige probleem stand en is niet echt gevaarlijk, maar soms een klein beetje dreigend. Dus als de Vogels wat willen, moeten ze wat meer laten zien. Als ze echt kampioen willen worden. Gaat het ook gebeuren in de tweede helft, denk je? Ik neem aan dat Karsten ze wel wat meer naar voren gaat sturen. Maar dat hij ook beducht is op de kanten van Eemdijk. Dus het is altijd zo'n wedstrijd van wat moet je. Maar ze zullen meer moeten brengen. Zou die wissels in gaan brengen, denk je? Nou ja, hij heeft wel wat op de bank volgens mij. Maar dat weet ik niet. Ik neem aan dat hij wel gaat wisselen. Maar nu meteen, dat denk ik nog niet. Want voor Eemdijk is dit wel een prachtige entourage, hè, dit gebeuren. Dit is fantastisch als je de volk ziet en de tent. En gisteren de afscheidswedstrijd van Jan-Pieter. En het darttoernooi. Petje af voor de organisatie, vrijwilligers hier bij Eemdijk. Ja, fantastisch. Kleine voorspelling voor de tweede helft qua uitslag. 1-1. Ik sta hier met een fanatieke Els Jacobson, die de eerste helft gadegeslagen heeft. Wat vond u ervan? Ja, ik vond het geweldig. De jongens hebben gevochten als leeuwen. En ik hoop dat we er nog iets uit kunnen halen. De vriend van mijn kleindochter speelt mee, Jeffrey van der Dikkenberg. Ik ben hartstikke trots op het hele elftal. Dus u gaat keihard juichen als die 1-0 erin gaat in de tweede helft? Ik ga keihard juichen, ja. Dan kan het niet meer stuk voor mij. Ik vind het trouwens ongelooflijk een fijne, mooie middag. En wat denkt u, gaat het ook gebeuren in die tweede helft? Nou, ik hoop het wel. Ja, het gaat gebeuren. Ja, kijk, positief blijven, hè? Positief. Ja, het kan. Kijk, IJsselmeervogels staat natuurlijk niet voor niets bovenaan, hè? Nee, dat weet ik. En ik hoop toch dat Eemdijk er een doelpunt uithaalt. Ik sta hier met de voorzitter van IJsselmeervogels. Zwaar teleurgesteld, denk ik. Zonder meer, ja, absoluut. Dus dit hadden we natuurlijk totaal niet verwacht. Maar ook voor een club als IJsselmeervogels gewoon echt niet gebeuren. Je ziet het, denk ik, gaandeweg de wedstrijd min of meer wel aankomen. Ik vind het echt een collectief falen. Dus wat dat te gaan, waar het in hem zit, dat zullen we nog eens bekijken moeten. Maar het is natuurlijk qua inzet. Ja, dan leggen we het loodje. Ja, erg jammer. Terwijl de eerste helft toch, vond ik, voor IJsselmeervogels was een licht overwicht in het spel. Ja, goed, dan praat je over licht overwicht in het spel. Maar in zijn totaliteit vond ik al in de eerste helft, dat was IJsselmeervogels als zwaar tekortschoten. Dus ja, het is wat het is. Erg verdrietig, want we hadden vandaag natuurlijk heel goed zaken kunnen doen. Volendam heeft gelijk gespeeld met Geerlemuiden. Dus ja. Jammer, dus we moeten weer in de achtervolging. Wat is dat toch, hè? Steeds als je bovenaan komt te staan, dan gaat het gelijk direct daarna weer mis. Ja, zijn nieuwe situaties hebben we ook nog nooit gehad, ook niet in de geschiedenis. Dus ook daar zullen we mee om moeten gaan.
We hebben gelukkig nog een aantal wedstrijden, dus we blijven er positief in staan. Maar er moet wel wat veranderen. Ja. Nog wel al het vertrouwen in het kampioenschap? Ja, tuurlijk. Als je dat niet hebt, dan kun je beter gelijk stoppen en einde seizoen. Dus dat blijven we gewoon houden. De opties zijn er nog steeds en de kansen zijn er ook nog steeds. Nou ja, daar gaan we voor. Absoluut. Ik vond het heel sportief dat u even zo kort, 30 seconden na de wedstrijd, voor de camera wil verschijnen. Tuurlijk, ja. Ik denk dat het lastig is om een teleurstelling te verbloemen. Maar en kijk eens even, ook in zo'n dorp. Het is één groot voetbalfeest. Laten we aan die kant in ieder geval de positiviteit ervan inzien. Maar erg teleurgesteld, het is niet anders. Wat gebeurde er nou precies bij het duel met de keeper? Nou ja, die bal die viel er een beetje tussen. En ja, ik ga gewoon door en de keeper die komt ook uit. En ja, we komen in een botsing en ja, volgens mij had hij er ook wel last van. En hoe is het met jou nu? Ja, ze zeggen piano-fenomeen of zo, zoiets noemen ze het. En die sleutelbeen die gaat er gewoon constant uit, zeg maar. Als hij niet die druk tegen heeft. Dus ik word zo even naar het ziekenhuis. Maar misschien vergoedt de overwinning wel wat voor je. Ja, maar ik had nu graag een paar potten bier in mijn hand gehad. Ja. Wat vond jij zelf van de wedstrijd? Een verdiende overwinning? Ja, ik denk dat we zeker verdiend gewonnen hebben. Ik vond IJsselmeervogels minder dan dat ik verwacht had. En ja, wij zaten er gewoon kort op en eigenlijk hebben wij de beste kans ook gewoon gecreëerd. Dus verdiend. Ja, met name de tweede helft. Hè. De eerste helft was misschien nog wel een klein licht voordeel overwicht voor de vogels. Maar daarna kwamen jullie volop, hè? Ja, zeker. Ja, je weet, we zeiden in de kleedkamer in de rust ook van we voelden allemaal dat er een winst in zat. Ja, en dan ga je de tweede helft nog iets meer gas geven en dan beloon je jezelf met twee goals. Heel veel sterkte en ik hoop dat je na je bezoek in het ziekenhuis toch nog wel de nodige biertjes kan nemen. En een klein beetje in het feestgevoel kan storten. Want dat kunnen ze hier goed, hè, bij Heemdijk. Dat kunnen ze hier heel goed. En ik ga het ziekenhuis zeggen dat ze het niet te lang moeten houden. En dan gelijk weer terug. Willem Romp, een trotse Heemdijk-trainer. Was ik vooraf al, hoor. Ja, toch wel? Ja, natuurlijk. Als je, toen ik hier 5 jaar geleden naartoe kwam. En hoe het dan nu is, hè, hoe het al een voorkant al geregeld is. Weet je, dan is het voor mij, de uitslag was voor mij helemaal niet relevant om wel of niet trots te zijn. Dus dan, die jongens hebben voor deze wedstrijd zichzelf naar 37 punten geknokt. Wat vorig jaar al lang veilig zijn betekent. En dan is het ook, dan hebben zij ook het verdiend om zo'n mooie wedstrijd te mogen spelen. En dan ook nog in deze omstandigheden. Ja, dan ben je natuurlijk apentrots. Ik denk dat het op basis van de tweede helft helemaal niet onverdiend is. Nou ja, ik vond het meer dan verdiend. Kijk, de eerste helft vond ik dat we een aantal keer heel goed wegkwamen. Komt IJsselmeervogels een paar keer gevaarlijk eruit natuurlijk met Afakir. Dan weet je dat hij, die gaat er een keer heen passeren. En als hij er heen passeert, dan weet je ook gelijk dat het tegen zo'n ploeg heel lastig wordt. Deden we ook onszelf aan, want Jeffrey van der Dikkenberg, die zette eigenlijk steeds druk als team. Dat deden we tegen HSC, dat wilden we. Wilden we eigenlijk vandaag niet, ook niet op getraind. Het gebeurde wel, daardoor kwamen we eigenlijk heel vaak ook in ondertal op het middenveld. Waardoor zij ook makkelijk door konden voetballen. Ja, dan hebben ze natuurlijk wel genoeg kwaliteit. Maar gelukkig maken ze hem niet. Tweede helft, eigenlijk gedaan wat we getraind hebben. En ook met iets meer overtuiging. Ik vroeg ook aan de jongens, ik wil eerst met jullie weten, wat voelen jullie nou? Ja, ze zeggen, Willem, we denken dat we kunnen winnen. Ik zeg, ik denk het ook. Ik zeg, maar we staan nu op dezelfde splitsing als tegen Hakema thuis. Hij is meer volgens die helemaal niet in goede doen was. Maar wij een beetje te twijfelachtig, niet overtuigend genoeg. Ja, ze komen in de tweede helft de kleedkamer uit. En dan is er denk ik op basis van de tweede helft is er volgens mij helemaal geen issue of het er wel of niet terecht is. Menno Veldhuizen, voorzitter Heemdijk. Ik heb nog nooit zo iemand zo hard zien juichen op de tribune. Ja, dat ben ik mezelf niet van bewust. Maar ja, dat gebeurt. Hè? Dat is emotie. Voetbal is emotie en dan doe je wel eens dingen waarvan je denkt, van, wat ben je nou aan het doen? Maar ja, kijk, we hebben hier de laatste week hebben we 3 feesten gehad. We hebben helemaal toegeleefd naar de wedstrijd tegen IJsselmeervogels. En dan heb je mooi weer. Hè? Dan heb je zoveel publiek. En dan zie je alles gebeuren. Dan geniet je al je mens van binnen. En als dan ook nog het resultaat zo is zoals het nu is, ja, wat moet je dan, ben je zo blij. Iedereen heeft hier zoveel voor gedaan. Die voorbereidingen, dat verdient echt ons hele bestuur en de mensen eromheen. Die verdienen daar echt enorm veel complimenten voor. Het is de eerste keer voor ons, zo'n derby, thuis. Maar als je ziet hoe alles tot nog toe verloopt, dan denk ik, ja, alleen maar trots.
Ja, want in de eerste helft vond ik IJsselmeervogels iets meer in balbezit. Ja, dat vond ik ook. We hadden een beetje discussie in de rust erover. Maar ik ben het wel een beetje met je eens dat IJsselmeer iets meer balbezit had. Maar uiteindelijk in kansen was het niet zo heel veel verschillend, zeg maar. Maar goed, wat er na rust gebeurt, ja, daar hadden we niet op durven hopen, laat ik het zo zeggen. Maar dat was volkomen verdiend. Ik denk dat IJsselmeervogels met 2-0 nog heel goed wegkomt. Ja, okay, ja, dat is, uiteindelijk is het zo. Maar we hadden best wel momenten dat je denkt van oké, we kunnen nog een goal maken. Maar de 1-0, hè, dat was via een ingooi. Nou ja, dat is een soort dood spelmoment. En dan ben je wel heel blij dat je dan 1-0 voorkomt. En dan kun je iets anders gaan voetballen. Hun moet iets meer komen. En ik denk dat onze trainers dat allemaal goed opgelost hebben. En nu een fantastisch feest hier op dat mooie complex, hè? Ja, dit is geweldig. Het weer zit mee, de tent zit vol. Ik verwacht, kijk, vanavond hebben we Buggers en Rowena. We hebben echt een heel leuk programma. Dus ik verwacht ook mensen die vanaf de werk komen, komen ook nog gezellig een biertje drinken hier. Dat is ook het mooie van Eemdijk. Uiteindelijk kan iedereen wel samenkomen. Het mooiste is ook zo, de neutrale toeschouwers, die gunnen het Eemdijk allemaal zo. Ja, dat is wel mooi om te horen. Kijk, je probeert natuurlijk voor iedereen het zo goed mogelijk te doen. En wat wij doen met onze Spakenbrugse jongens, onze eigen jongens zoals wij dat noemen, die zijn er wel bij Rood en Weer Blauw opgeleid. Maar dat zijn wel de Spakenbrugse jongens. En dat vinden ze ook in het dorp wel mooi. Hè? Dus uiteindelijk is dat mooi om te zien dat iedereen ons dat gunt. En nu Eemdijk veilig, vierwielend de competitie uitspelen, denk ik. We moeten nog wel een paar puntjes pakken. Hè? Dus dat, zo eerlijk moeten we wel zijn. Maar het is natuurlijk wel heerlijk dat we gewoon vandaag winnen. Dat geeft gewoon rust. En stiekem kun je een beetje alle kanten opkijken. Maar laten we eerst maar eens lekker handhaven. Ik denk dat het mooiste is.